En ook nu, net als toen, staat het water verschrikkelijk laag. Grote lange stranden. Terwijl het normaal gesproken tot hier kan komen. En dat dachten we toen dus ook van, oh ja, we gaan naar het waterkant. Nou, niet echt helemaal gelukt. Maar vandaag is het weer prachtig. Dus we liepen daar in de nacht en we zagen niet dat hier afstappen waren. Dat was één kade, twee kade. En ik zei nog, er zijn kades. En deze kade die hier is, die zagen we gewoon helemaal niets. En we dachten ook dat het waterniveau was, dus die liep gewoon door naar het water. Meer dan een meter of zo. Kijk, in voorbereiding op Erwin's operatie moet je van alles halen bij de apotheek. Kijk zo. Normaal. Jemig. Niet normaal. Niet normaal, nee. Belachelijk. Oh man, en dat gaan we allemaal niet gebruiken. En dat zeiden we van tevoren. En toen zei de farmacie, nou ja, dan gaat het naar de vernietiging. Niet normaal. Nou, we zijn kennelijk wel goed verzekerd. Het scheelt weer. Ja. En dit zijn de paparazzen. Bergen met papier. Wat je allemaal moet doen, wat je allemaal moet voorbereiden. Klaag, klaag, klaag. Ja. En het meeste is al online gedaan, dus dit is allemaal dubbel of zo, of extra. Die ga ik gebruiken als vensterbank. Waar komt het vandaan? Vensterbank. Vind je van mijn welbekend? Zitten wij nog gewoon lekker buiten te eten. Heerlijk zo na zomer. Maar is het wel met een zielig pootje. Hey Joda, dat is gek hè, zo hoog. In de lift. Kijk nou wie er uit zijn winterslaap ontwaakt is. Erwin.
zomer weer aan het werk. Hij kan nog geen marathon lopen. Maar hij kan wel met pellen rijden. Nou is Priska wel een klein paard, maar hier kunnen we echt niet onderdoor. Gisteravond heeft Kirk, de storm die over Frankrijk waaide, deze boom omgegooid op onze omheining. Grote levende boom, geen eens een dode boom, omheining stuk. Ah, hij was ooit al geraakt, zo te zien, door de bliksem. En hij is nu gewoon zijn helft kwijt. En dan komt ook even kijken. Kijk hem rennen, jongen. Ja, zonde. En we gaan deze omgevallen boom ook weghalen met pellen. Het idee is om de boom af te breken van zijn stam. Naar beneden te drukken, dat hij verder afscheurt. Jee, dat was hem. Echt een grote jongen. Pellen verdwijnt er helemaal achter. De chatten kunnen hier niet overheen stappen, is te hoog. Een beetje naar de dijk toe trekken. Ja, super. Dus ik moet nieuwe schrikdraadogen gaan zoeken, want ze zijn kapot. En er is volgens mij een paal weg. Geen idee waar die nou heen is gegaan, maar er is een paal weg. Onze meest favoriete boom in het bos is een enorme eik. Hij heeft een tak gebroken om een poosje geleden aan de bruine bladeren te zien. Maar als die naar beneden komt en je krijgt hem in je nek, dan heb je een probleem. Dus ik ga proberen met pellen een beet te pakken en achteruit rijdend weg te trekken. Dan is het weer wat minder gevaarlijk. Zo, die wil je inderdaad niet op je hoofd hebben. Dat is een flinke. Zo, een jaar na dato zijn we terug bij de plek des onheils die ons een jaar van Ernest leven heeft gekost. Ja, maar het is wel waardeloos. En ga er nog eens naast staan qua hoogte. Nou, dit is echt wel een voor speciale effect.